Aad Baars van Arena Technic. Ik ben de Nederlandse vertegenwoordiger van Plasma International. Dit is een zogenaamde zwavelplasmalamp. Het is een, niet een echt een hele nieuwe technologie. Het is wel verder doorontwikkeld de afgelopen jaren. Het is een draadloze, elektrodeloze lamp die de voeding krijgt van een magnetron. De techniek is vrij simpel eigenlijk. Het is een magnetron die op vol vermogen een glazen bolletje met daarin een klein beetje zwavel en argongas onder druk. De levensduur van het bolletje, de schatting is dat het rond 100.000 uur is. Er zijn units in Denemarken branden er al ruim 15 jaar. En die zijn nog steeds niet aan vervanging toe. Dus het bolletje op zich is minstens toch wel 100.000 uur. De magnetron is eigenlijk de beperkende factor momenteel nog, omdat die eigenlijk maar 40.000 uur meegaan maximaal. Maar die zijn uitwisselbaar. Er zit daadwerkelijk ook gewoon een effectief paarlicht, dus een groeilicht voor planten in. Dat is al regelmatig onderzocht. Maar ook gewoon voor toepassingen waar mensen zeg maar een zonlichtimitatie nodig hebben. Dus waar mensen binnenwerken is het ook een hele efficiënte lichtbron. Is het dan beter als het ouderwetse TL-licht? Het is wat rustgevender voor de ogen omdat er geen netfrequentie in zit. Dus het knippert niet, het is niet vermoeiend. Er wordt al productie gemaakt, het wordt helemaal op maat gemaakt momenteel. Dus, en daardoor zijn de kosten ook nog vrij hoog. Plasma International is informatie over de kostprijs op te vragen. Het is nog een noviteit, dus het is nog niet marktklaar voor de glastuinbouw. Dus we praten hier over een primeur.